De rust is weer enigszins teruggekeerd in de buurt van de hondenfokkerij in Woerden. Gijsbert woont er tegenover en hij geniet van de stilte. Ik heb 2 dagen gehad dat ik dacht dat er helemaal geen honden meer waren. Maar ja, je hoort af en toe nog wel een blafje, maar dit is goed te doen. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Gijsbert ergerde zich groen en geel aan de herrie die de honden maakten. Heel veel geblaf. Met name de avond ook en vooral de zomeravond als je dan buiten zit. Ja, dan is het wel heel extreem. En klagen haalde niks uit. Er werd nooit open gedaan. Ze keken van binnenuit of via camera's. Dus dat had weinig of geen zin. Een jaar geleden wordt het de buurt te veel. De geluidsoverlast wordt bij de politie gemeld. Naar aanleiding daarvan is de politie gaan kijken. De gemeente heeft een dwangsom opgelegd van €5.000... omdat ze dus in tegenstelling van wat het bestemmingsplan voorschreef, maximaal 20 honden, hadden ze 50 honden aanwezig, hebben ze die dwangsom opgelegd, vervolgens helemaal niets meer mee gedaan. Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel en heeft kamervragen gesteld. De honden die er nu nog achter zijn gebleven moeten er weg en de fokkerij moet worden gesloten. Gijsbert, die sluit zich daar helemaal bij aan. Als je de praktijken hoort die daar plaatsvinden, dat vind ik absurd. Dat moet niet kunnen. Dat moet ook heel zwaar gestraft worden, vind ik. Ze zouden nooit geen dieren meer mogen houden. Wat voor dieren dan ook. Ze kunnen daar gewoon niet meer uit de voeten natuurlijk.